Ben je zelfstandige en nog aan het twijfelen over de aankoop van een elektrische of een plug-in hybride wagen? Dan is het goed dat je deze video nu tegenkomt. Ik neem je kort mee doorheen de zaken waar je op dient te letten bij jouw keuze. Elektrisch of plug-in hybride. En vooral ook wat het fiscale voordeel is om een wagen nog voor 1 juli 2023 aan te schaffen. Voor de elektrische wagens is het simpel. Deze blijven als enige 100% aftrekbaar in de toekomst. Voor de PF, de plug-in hybride modellen, werkt de overheid aan een zogenaamde uitoefregeling. Daar wil je van op de hoogte zijn. Een wagen kies je om naast zijn functionaliteit ook van te genieten en zorgeloos op de baan te kunnen rijden. Als je veel kilometers doet, raden we vanuit ervaring aan om voor plug-in hybride te gaan. Het normale woon-werkverkeer, wat voor de doorsnee Vlaming niet hoger dan tussen 40 en 60 kilometer per dag ligt, kan dan elektrisch gereden worden. Wil je verder, dan heb je de zekerheid van een betrouwbaar netwerk van tankstations. Ook voor wie in het centrum van de stad woont, kan dit handig zijn. Wanneer je geen garage hebt, wordt het al gauw moeilijk om een elektrische wagen dicht aan huis op te laden. En ondanks dat elektrisch rijden zeker niet moet onderdoen voor het vertrouwde gevoel van autorijden, heb je met een PF-model nog altijd dat rijplezier waar je zo aan gewend bent. Tot 1 juli 2023 is de aankoop van een PF-model nog 100% fiscaal aftrekbaar. Daarna wordt de fiscale aftrekbaarheid stelselmatig naar beneden gebracht, wat de plug-in hybride minder interessant maakt voor jou als zelfstandige. Als datum neemt de overheid de datum van aankoop van de wagen. Vandaag besteld, maar later als 1 juli geleverd, betekent dus dat je nog steeds kan genieten van de regeling. Heb je nog vragen rond PF of elektrisch rijden en het fiscale aspect? We helpen je met veel plezier verder in een van onze concessies.